Goedenavond allemaal. En wat ontzettend fijn dat we zo even in de beslommeringen van onze tijd, in de drukte van de week, wat hebben we veel beleefd. En wat mooi dat we hier in deze kerk samenkomen om alles even te laten zitten en eens even te zingen. Niet zomaar voor onszelf, maar voor die grote God die boven ons woont. En voordat we dat doen, willen we dat doen met Psalm 108. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dat is linie 10 in uw boekje. Thank you.
zo uit die beslommering kwam en dan zo heerlijk met elkaar zingt. Lieve kijkers, want jullie kijken nu mee, zo live op Facebook en op onze lokale omroep op de Veluwe. Nou, jullie zijn best wel een beetje, ja, jaloers denk ik, want er zitten hier heel veel mensen en het zingt hier, het lijkt wel 1000 mensen. En wat mooi dat we zo met elkaar verbonden zijn en dat u thuis bent. En er is thuis hier en daar best heel veel aan de hand. En dat weet ik ook. Van de week een paar mensen op een sterfbed gezeten en u kijkt vanavond mee. En wat fijn dat we dat ook, dat lokale omroep hier vanavond is. Dank daarom voor, helemaal naar Zeeland is gekomen om dit uit te willen zenden. Voordat we dat willen doen, is het, ja, we zitten met zo mooie mensen allemaal door elkaar heen. En in deze kerk is altijd het gebruik dat wij zien in een beeld dat er een lichtpunt gemaakt wordt dat Christus altijd bij ons is. En het is mooi dat de koster, hoe het even de kaas aansteekt, want jij hebt ook een taak in deze kerk. En ja, ik weet, je ziet er niet zo mooi uit, dat zei je al, ik heb een oude kleren aan. Maar de Heer Jezus kijkt daar niet naar. Die zegt gewoon, kom zoals je bent. En we willen graag dat jij de kaars aan wilt steken. Even kijken, 45.
Ja, doen we eerst 68 even. Zullen we dat doen? Of 58, sorry.
40. En van die 45, daar doen wij het tweede couplet van, hè? Even solo. Ja, en dan gaan we ook even voorstellen, want u denkt, ja, wat zijn er nou voor gasten? Waar komen ze nou vandaan? Dus dat doen we zo even. En dus maar doen we eerst dit lied nog even. 45. Thank you.
Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Ik zei net al van misschien is het wel goed om even ons voor te stellen wie wij zijn. En nou, ik begin even met jou, Neline, want jij komt helemaal uit Oene. Ja, dat klopt inderdaad. Klein plaatsje op de Veluwe, buurvrouw van Zwier. Daarom ben ik vanavond meegekomen en dat komt eigenlijk omdat deze mannen die vanavond zingen en spelen een paar weken terug in Oene waren en we hebben zo heerlijk gemuziceerd daar dat ik mee mocht vanavond. Dus ik ben heel blij om hier te zijn vanavond en ik hoop dat u geniet deze avond. Ja, dankjewel. We leven dus in een klein dorpje. Ik mag overdag bezig zijn met mooie mensen. En die mooie mensen die mag ik proberen weer in de grote wereld te brengen. En daarnaast doe ik nog heel veel andere dingen. En hebben we ook weer raakvlakken, want dan zit ik in Guinea-Bissau. En opeens denk ik, ik moet hier een vliegtuig hebben. Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ik hier goederen krijg? En dan bel ik Neline op en dan zeg ik, je zit toch bij de MAF? Kun jij nog iets? Ja, dus ik zit in Koninkriek. Oh, ik zeg, man, ik moet het net 10 meter over de grens. Maar dan mag dat vliegtuig niet landen. Maar goed, dus we moesten weer met de auto. Dus leuk om dat zo te doen. We hebben vanavond nog 2 vrienden meegenomen. We hebben er een soort uitje van gemaakt. Om ook verder in ons leven, dat is belangrijk, dat je verder in het leven eens even weer naar elkaar zit te kijken. En eens even te kijken van, nou,
Je bent vrienden van elkaar, maar hoe zit dat eigenlijk? En, nou, we hebben een hele mooie rit gehad. We hebben al diepgaande gesprekken gehad. En dat hopen we in dit weekendje met elkaar te doen. Dus mooi dat we zo met elkaar zijn. Kun jij nog iets vertellen? Ja, heel veel. Wat wil je horen? Nee. Ik denk dat ik voor de meeste mensen hier wel bekend ben. Maar ik ben John Hoekman. En ja, we hebben elkaar toen in, denk ik, 2020 de eerste keer ontmoet. Ja, coronatijd. Sfeer heeft namelijk een hele mooie boerderij met een groot grasveld. En op dat grasveld staan allemaal huisjes. Dus toen waren we een keer uitgenodigd om langs te komen. En nou ja, daar is deze vriendschap uit ontstaan, die onder andere bestaat uit muziek maken. En nou ja, een paar weken terug waren wij te gast in Oene. En nu voelt het een beetje alsof jullie te gast zijn bij ons. Dus dat. Goed, en nu zit je hier in de kerk. En kent u elkaar ook? U kent allemaal elkaar? Nee, hè? Nou, weet je wat er zo leuk is? Dat je gewoon ook elkaar eens even een hand geeft. Want je bent eigenlijk uniek, hè? Dat we samen hier zitten en samen zingen we van de Heer Jezus. En het is soms zo raar dat we dat doen. Maar als ik in Afrika ben, dan is het eerste half uur moeten we eerst knuffelen met elkaar. En dan moeten we vertellen wat er allemaal aan de hand is. En dan voordat we de dienst beginnen. Is zo mooi. Goed, wat we gaan doen is nu een solo lied zingen. Toekomst vol van hoop. Dan gaan we zingen. Doe je ook mee? Ja.
dan gaan we kiezen. Roept u maar. Oeh, nou ja, we hebben het door, hè. We hebben het door, wat goed. Ik begin even met u. 35. En nog eentje. Ja. 69. En die mevrouw met die krulletjes? Ja. 25. 35. Ja, daar gaat hij. 35. 69. En 25. Geert, hoe is het met jou? Lukt dat daar allemaal nog boven? Ja, dat gaat aardig. Goed zo, goed zo. Thank you.
En soms is het zo mooi dat je dus verbonden bent. Via die media. En zo hebben de jongens vanmiddag ook van iemand te horen gekregen. Dat er iemand nu op dit moment in het ziekenhuis ligt. René. En die een operatie moet ondergaan. En het altijd spannend blijft van wat gaat er gebeuren. Dat nare woordje, dat weet u wel, ik zal hem niet noemen, maar u snapt, als dat in je leven is, dan zet het heel je leven op de kop. En dan is het zo mooi als je geloof hebt, en dat kunnen we zo makkelijk zeggen, en daar kom ik straks nog op terug, dat je dan denkt van, nou, dan komt het wel goed. Maar dat spookt dan die ziekte en het geloof en alles tezamen, dat je dan kracht mag krijgen van God, dat spookt daartussen. En zo heeft deze man ons gevraagd om psalm, daar hij kracht uit krijgt. En u ligt nu in het ziekenhuis af te wachten wat er gaat gebeuren. En John zingt, sla de ogen naar het gebergte heen, waarvan die dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die de hemel en de zee en de aarde schiep. En als John nou het eerste couplet doet, dan doen wij het tweede couplet. Kiezen. Ja, we beginnen nu. 96.
kan dat niet zo goed zien. Ja, met het brilletje op. Vertel maar. 42. Voor jou is Jong boven. 96. 42. 36. Dus 96, 42, 36. En 42 doen we samen. Die doen wij samen, hè? Ja. Er is hier ooit iets van gemaakt, geloof ik, hè? Ja. Mijn Heer.
Spreek voor
hier naartoe reed en deze week zat ik eigenlijk te denken met de verkiezingen en alles wat in ons leven speelt en aan een sterfbed zitten en vandaag een graf mogen graven en begraven. Toen dacht ik, wat hebben we toch bijzonder leven? Wat gebeurt er veel in ons leven? En ik heb nu eigenlijk een wit papier meegenomen en toen dacht ik, als ik u nu vraag, zet uw leven nou eens op papier, dan denk ik dat ik tekort heb aan dit witte briefje. Ik denk dat er heel veel, dat u heel veel je opschrijft. Mooie dingen, verdrietige dingen. Dingen die misschien in uw hart gegrift zijn, die heel diep erin zitten, die er voorlopig niet uitgaan. En zo mocht ik ook het leven delen met een neef van mij. Vorig jaar waren we heel blij dat hij keelkanker en daar was hij van genezen. En we lazen van de week is Kia en die had nog 15 jaar kreeg hij erbij. En hij niet meer. En hij ligt nu op sterven. Misschien kijkt hij nu nog wel mee. En zo mocht ik van de week bij me afscheid nemen. Het is toch raar bij leven dat je naast elkaar zit en het leven doorspreekt. Dus eigenlijk dit witte papier volschrijft. Wat is daar allemaal te doen? En toen was ik een beetje aan het vouwen. En ik vouwde eigenlijk het nulpunt naar een beetje het eindpunt. En toen ging ik doorvouwen en toen dacht ik, hoe zat dat leven ook alweer in elkaar? Een warm huis. En dan mocht hij met zijn gezin zijn en zo mag u daar allemaal in zijn, in dat huis. Dan mogen we de toekomst opbouwen, kinderen krijgen. Over de Heer Jezus praten misschien wel. Misschien wel ruzie maken in dit huis. En dan is het huis misschien een beetje vol. En dan willen vrouwen of mannen, die willen best wel eens eventjes een aparte ruimte hebben. Dan gaan we weer verbouwen. En dan maken we er een uitbouw aan. Dan laten we de rest allemaal van het gezin in het ene huis. Maar jij hebt je, een beetje nieuwe taal, man cave of vrouwen cave, dat je dus daar kunt bivakeren. En met al, als je zo dan het leven bekijkt, dan vliegt het leven eigenlijk voorbij. En voor de ene is dat heel lang en voor de ander is dat heel kort. Nou, en dat is dan ons leven. Ik knip de vleugels ervan af. En wat nou zo mooi is, dat in dat hele leven, dat we gewoon uit mogen zien dat er één iemand in dat leven, in dat huis, altijd met ons mee wil gaan. En die vreselijk veel voor ons gedaan heeft en geleden is. En die God, die Jezus, wil altijd met ons meegaan. En ook als je nu ziek bent in het ziekenhuis en hoopt dat er genezing kan komen. Maar ook op dat sterfbed. We mochten spreken over geloof. We mochten spreken dat de laatste tijd de Heer Jezus in uw hart kwam. In het begin al jaren naar de kerk bent geweest. Dag in, dag uit. En wat hebben we wat beslist over dominees? Dat ze het wel goed deden en niet goed deden. Maar de Heer Jezus moet in je hart komen. Jij moet sterven. Jij moet bij hem komen. En dan mag je terugzien en dan mag je blijven zien dat er een kruis is wat hij voor ons gedragen heeft. En we willen nu ook zingen, de toekomst vol van hoop. Maar die hebben we net gezongen, maar we doen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de zere hand. Niet alleen voor onze neef, maar voor u allemaal. En ook voor u thuis. Dus blijf zien. Prachtig dat we de kosten de kaas aansteekt. Maar blijf daar doorheen zien dat dit kruis voor ons gedragen heeft. Dat het licht van Jezus Christus aan het kruis is. En vergeet dat niet, lieve mensen. Want dan is zo mooi. Want dan bent u nooit alleen. Wat de toekomst brengen mag.
sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Hier mijn volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Hier mijn slaap. Hier ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik, vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik thank you.
keurig. Hoe is het? Wij zijn nieuwe vrienden, hè? Ja. Nou, en als je op de Veluwe bent, dan kom je ons maar helpen, hè? Mooi is dat. Ja, super. Hoe dat ook allemaal gaat met elkaar. Hé, lieve mensen, dank voor uw komst. Dat u zomaar even op de vrijdagavond hier naartoe komt. En lekker even zingen. Mooi dat we dat zo met elkaar kunnen doen. En dat we een klik met elkaar hebben. En dat is zingen van de Heer Jezus. Hoe mooi is dat? Ja, grote vriend achter het orgel GJ. Dankjewel. Fijn dat het zo weer even kon. En jij ook, super dank dat we weer even lekker weer samen kunnen zijn en kunnen zingen. En Eline, nou ja, goed, wij trekken nog een weekend met elkaar op. Ja, dat is wel bijzonder. Als buurvrouw zien we elkaar nooit. En ik heb een paar gasten achterin. Die zijn met ons mee. Ja, die duiken nu onder de bank. Maar dat is ook heel goed. Ja. Goed, ik zal jullie niet bekendmaken, jongens. Dat is goed. Dus het is mooi om zo hier in het Zeeland te vertoeven. En dan gaan we morgenmiddag weer naar het Veluwse. Van al dit mooie, daar wil ik ook de Heer Jezus danken. En dat gaan we nu doen. Lieve Vader in de hemel, aan het eind van deze middagavond komen we bij u, Heer. U heeft ons zien zingen. Met een open hart. U heeft ons luid horen zingen. Heren, wilt u zo met ons zijn? Morgen is het zaterdag en dan is het zondag. Heren, wilt u ons de kracht geven de komende weken? En wat fijn dat we zo bij elkaar willen zijn. Heren, wilt u ook zijn met de zieken? U heeft het gehoord. We hebben gezongen voor ze. Heren, u weet ook wat er allemaal speelt. Wilt u ook zijn met de mensen thuis? Die verbonden zijn met ons en misschien niet later terugkijken. Wilt u met een ieder zijn? Wilt u dat lichtpunt en dat kruis wat ik net vertelde, laat het een teken zijn. Dat je altijd op kunt zien, ondanks wat er in je leven gebeurt. Het klinkt zo makkelijk dat we zeggen, maar je mag zo puur mogelijk bij de Heer Jezus komen. En daar hoeven we geen mooie kleren aan te doen. Maar we mogen zomaar bij u komen. Heer, we willen u dankjewel zeggen dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Heer, we willen u ook vragen. We willen ook zo graag in vrijheid. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn dat we dat hier ook mogen uiten. Dat we dat mogen zeggen. We mochten onderweg spreken met Niline over de MAF. Dat er moeilijkheden zijn dat mensen naar gebieden moeten die u nog niet van de Heer Jezus hebben gehoord. Wilt u ook met die mensen zijn? Wilt u ook ze kracht geven om daar uw naam groot te maken? Spannend werk. Heren, en zo hebben we nog zoveel wat we aan u willen vragen. En ik wil een moment van stilte, dan kunnen we allemaal zeggen wat ik nog niet gebeden heb, maar wat u aan de Heren kunt geven. Alles wil, dat vraag om Jezus wil. Amen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op alles wat je gaat doen deze weken en misschien wel morgen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Hij zal jou bewaren. In het felst van de strijd. In de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. In bange tijden, in gevaren. Over jou gaat Hij zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot we elkaar weer ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.
stel je voor als u vergeet dat de Heer Jezus van je houdt. En die noemt u zijn vriend. Als het deze week niet wil dat u hem zijn vriend noemt, dacht ik, dan zingen we toch nog even u tegemoet. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. En ik wens u een fijne avond. En mag u daarmee weglopen en de avond ingaan. Ja, dat mag niet klinken, moet ritselen, geloof ik, hè? Ja.